In 2009 veranderde het leven van Sylvie Meijs voorgoed door de diagnose borstkanker. Na zes maanden chemotherapie beschouwt ze dit nu als haar heldinnenreis, een nieuw begin. Terugkijkend ziet ze de parallellen met de musical Hercules, waar ze flashbacks kreeg naar haar eigen strijd. De held die altijd zijn kracht moet bewijzen en een groot hart heeft, herinnert me aan mijn eigen zoektocht naar kracht tijdens mijn ziekte, vertelt Sylvie aan Duitse media. Toen de presentatrice destijds. Op 31-jarige leeftijd, een ongemak voelde in haar borst, herkende ze direct dat er iets mis was. Na onderzoek volgde de schokkende diagnose en de beslissing om de kanker aan te pakken. Het voelde alsof de grond onder mijn voeten wegzakte, herinnert ze zich. Hoewel Sylvie aanvankelijk hoopte dat pillen of bestraling voldoende zouden zijn, ontdekte ze dat de kanker zich al had verspreid naar een lymfeklier. Haar enige doel werd overleven, wat leidde tot een emotionele en fysieke reis die haar leven voorgoed veranderde.